President Desiree Bouterse heeft de vertrekkende Venezolaanse ambassadeur Olga Margarita Díaz-Martínez op vrijdag 15 november ontvangen voor een beleefdheidsbezoek. Op het presidentieel paleis wisselde het staatshoofd over verschillende onderwerpen van gedachten met de diplomaat, de relatie met Venezuela rakende. Het doel is, omdat ik nu na 6,5 jaar gediend heb als ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek, Suriname ga verlaten. Het is een relatie van vriendschap, eerbied en respect voor elkaar. Na 6,5 jaar moet u begrijpen dat ik Suriname heel goed ken. En in Venezuela zal ik in een positie zijn waar ik met president Maduro alles kan overleggen. En ik weet zeker dat hij er alles aan zal doen om Suriname zoveel mogelijk te ondersteunen op elk gebied.